Hij is de nieuwste internetsensatie van Leiden. Robbie van der Vaart, beter bekend als @pretmetdewet op Instagram. Waar hij foto's post van het uitvoeren van de meest gekke misdaden die je maar kan bedenken. Hij is echt geweldig. Ik ben fan. Echt helemaal. Hij is echt mijn idool. Ik vind het stiekem wel een beetje sexy eigenlijk. Hij is echt een klapmerol. In de 5 maanden sinds dat hij dit doet, heeft hij meer dan 900.000 volgers weten te verzamelen. Robbie, zo'n explosieve groei in je aantal volgers. Had je dat ooit verwacht toen je ermee begon? Nee, die zag ik niet aankomen, nee. Nou, je profiel staat vol met gekke stunts die bij wet verboden zijn. Ben je daar ooit mee in de problemen geraakt? Ja, ik ben wel eens opgepakt, weet je wel. Maar ja, dat is ook een beetje het risico van het vak, toch? En ik heb natuurlijk ook hartstikke veel over voor mijn volgers, hè? Ja, er is wel wat kritiek geweest op dat je misdaden pleegt en er geld mee verdient op je Instagram. Er is ook een afname van je aantal volgers gezien. Wat doet dat met je? Kijk, mensen denken dat er helemaal geen creativiteit bij komt kijken, hè, bij wat ik doe. Maar als we even heel eerlijk zijn, zijn er ook heel weinig mensen die kunnen doen wat ik doe. Toch? Hè? En dat ga ik ook bewijzen. Volgende week heb ik een livestream op woensdag. En daar ga ik mijn allergrootste crime stunt ooit tentoonstellen. Je hoort het, mensen. Kijk volgende week woensdag naar Robbie's grootste stunt tot nu toe. Hoeveel vergrijpen wil je combineren? Zoveel mogelijk. Oh ja. Super specifiek, thanks. Onwijs behulpzaam. Ja, gewoon zoveel als praktisch mogelijk is, want anders halen we die miljoen volgers niet. Ik dacht dat we dit voor de lol deden. We gaan dit keer niet in de stad. Dat is veel te high profile en vorige keer ben ik ook al bijna gepakt. Ja, maak je maar gewoon niet zoveel druk. Als dit lukt, dan zijn we binnen. Dele, hey. Goed dat ik je zie. Hey, ik had even een vraagje. Volgende week een hertentamen, International Law. En ik kan er nog een keer dat boek van je lenen. Oh ja, sure. Ik heb hem toch niet meer nodig. Ik neem hem morgen mee naar het college van Huisma. Hey, ik zie je morgen dan, ja? Yes. Wanneer denk jij die lijst met crimes af te hebben? Ja, ik moet ook nog een paper afschrijven over familierecht. Maar dat kan ik ook al na mijn avonddienst doen. Geen zorgen, komt goed. Ik heb hem voor het weekend af. Super. Ik wist dat ik op jou kon rekenen. Yo, what up, pretbazen? Hey, volgende week woensdag is het zover. Ik ga zoveel mogelijk crimes in één stunt combineren. Dus drop al je suggesties in mijn DM's. Tag iedereen, man. Tag je buurvrouw, je oma, je kapper, je kat en tag ook je moeder, man. Hey Veer, hoe is het met de lijst? Hey, ik kreeg dus net mail van de Unie. Ja, blijkbaar is er iets verkeerd gegaan in het invoeren van de tentamencijfers en nu moet ik dus mijn tentamen International Law opnieuw doen. Dus je laat me vallen? Luister, ik heb dat tentamen dinsdagmiddag. Kunnen we niet gewoon die stunt een week verzetten? En dan heb ik ook alle tijd om de voorbereiding... We hebben een belofte gedaan aan onze fans. Ja, maar als ik dit niet haal, dan word ik van mijn studie afgeschopt. Vergeet je studie! Als deze stunt lukt, dan zijn we legends, ja? Jij had geen enkele volger gehad als ik niet al die wetboeken voor jou had uitgepluist. Oh ja, nee, wat misdaden verzinnen. Dat is zo moeilijk. Weet je... Succes met het filmen van jezelf, je fucking volgerscheide Insta-keg! Mis het niet, guys. Deze woensdag, grootste crime stunt van de eeuw. Watch this man become a legend.
Het nummer wat u probeert te bellen heeft u geblokkeerd. Onze excuses hiervoor. Dit is het moment waarop jullie gewacht hebben. This is it. Hou je vast. Let's go. Ja, kom op. Holy shit. Come on, come on. Yeah. Fuck yeah! Die zag ik niet aankomen. Fuck